MKA 108 over. De 108, dat wordt MKA, geen bericht over. We gaan A1 naar een woning brand, 1 slachtoffer is ook correct over. Ja, dat is positief, deze heeft waarschijnlijk rook ingeademd doordat u A1 te plaats gaat. Ja, onderweg. Begrepen en uit. AC 1031 over. De 1031 AC, geen bericht over. Ja, dat is een opgepiep van woningbrand, heeft mij nader informatie over. Ja, betreft een keukenbrand, zou één persoon binnen zijn. Ambulance gaat mee, politie is te plaatsen over. Ja, heeft mij nader informatie over de waterwinning te plaatsen over. Ja, voor het huis is dat één waterwinning. Ja, goed. We zijn onderweg. Over. Ja, begrepen uit. MKA 108. 108, geef bericht over. Ja, we zijn ter plaatse redelijk grote uitslaande brand over. Ja, begrepen. Brandweer die is aanrijdend met een minuut of 5 zijn ze te plaatsen. Ja, dankjewel. Meneer, kom maar even hier naartoe. Oké. Ja. Ben u bewoner? Ja, positief. Ja, heeft u rook ingeademd? Ja, heel wat ja. Moet ik zeggen. Kom maar even mee dan. Hoe is het gebeurd? Nou, ik zat te koken, weet je wel. En, ja. Nou, ik wou dus... ik zat ei te bakken en te koken. Nou, neem hier even plaats. Ja, is goed. En nou, ik had brood in de broodrooster gedaan. Ja. En, ik wou ondertussen de televisie aan te zetten. Ik keek terug naar de keuken en opeens stond alles in de fik. Oké. Goed, dat geef ik zo meteen alvast door aan de brandweer. Brandweer, ik hoor ze al aankomen, dat is goed. Oké, nou ik ga zo meteen wat controles bij je doen. En dan ja, als ik zo hoor wat je hebt ingeademd en het gehoest en zo, dan neem ik je wel even mee naar het ziekenhuis. Ja? Ja, is goed. Goed, dat is de brandweer. 1031 over. De 1031, geef bericht over. De plaats flink uitslaande brand over. Ja, begrepen. Ik zal de OVD B op de plaats laten komen. Ja, dank u wel. Oké, ik ga even wat spullen pakken hoor.
Is goed, meneer. Oké. Nou, we gaan al eens beginnen om hier eens in te snuiten voor. Je mag gewoon even de neus goed snuiten. Is goed. Oké. Nou. Wat ik zo zie is het toch wel ja, wat zwart, hè. Zoals je zelf al komt door de rook die je hebt ingeademd. Gaat alles wel goed komen, meneer? Ja, we gaan zo meteen even naar het ziekenhuis. Heeft je ergens pijnklacht? Heeft je nog brandwonden? Nee, nee, dat niet. Ik dat ben niet. Direct naar buiten gerend. Ja, dat is goed. Maar toen nog geprobeerd te blussen? Nee, nee, nee. De brandblussen die was blijkbaar over de datum, dus die heb ik niet kunnen gebruiken. Oké. Dus u bent snel nog wat... Ja, met er naar buiten gaan heeft u er ook ingegaan, voor de rest ja, 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 want het zat direct bij de deur. Oké, goed. Mag ik toch even naar de arm kijken? Ja. Oké, nou, ze komen met veel brandweer uit te plaatsen, hè? Dat is te zien. AC 2031 te plaatsen. Ja, 2031 was begrepen uit. Oké. Gaat mijn hond het overleven? Mijn hond was er nog binnen. Oké, ik ga meteen doorgeven. Bevelvoerder. Hoi. Hoi, één slachtoffer hier recht voor mij, flink wat rook ingeademd, voor de rest oké. Okay. Zo zijn gebeurd door een broodrooster en eieren was hij aan het bakken. Ik begrijp zojuist dat er nog een hond aanwezig is in het pand. Voor de rest niemand. Ja, begreep, alleen een hond aanwezig. Waar is het precies waar het is gestart? In de keuken bij de broodrooster, was in de hoek. Oké, okay, en hoe gaat het met jou? Met mij gaat het wel redelijk goed, meneer. Oké, okay, ja, we hebben nu een stel manschappen binnen zitten die aan het blussen zijn. We weten nog niet hoe de status bij hun adres. Maar ik hou jullie op de hoogte. Is goed, dank u wel. Ja. Oké. Okay. Hey, wat ik hier toch wel zie, ik zie hier toch wat op je arm, je linkerarm, zie ik nog wat... ja, ik weet niet wat het is. Ik denk dat het toch nog een lichte brandwond is die toch is ontstaan door misschien de rook. Want rook is ook wel erg warm. Ja. Dus die wil ik wel nog even gekoeld hebben. Kan iemand van de politie even hier naartoe komen? Of allebei, maakt mij niks uit. Ik ga ze even wat, want ik heb niks qua water of iets bij me. Hoi, hey, zouden jullie even voor mij bij dat restaurantje daarachter 2 of 3 flesjes water vragen? Het liefst niet gekoeld, om even meneer zijn arm zo meteen wat te gaan koelen. In verband met de brandwonden. Ik neem aan dat we er niet voor hoeven te betalen. Zowel dan, ja... Regelen we dat wel achteraf. Ja? Ja, ik ga eens kijken wat ik kan regelen. Ja, top, thanks. Oké, okay, mijn collega's van de politie gaan even flesjes water halen. Dat gaan we zo meteen even gebruiken voor te koelen. Ik heb ook een gel voor te koelen, maar ik gebruik liever even wat, wat water. Wat ik wel ga doen is deze mouw openknippen. Dat gaat helaas opengeknipt moeten worden. Maakt niet uit, ik heb genoeg van die shirts. Oh nee, wacht, dat toch niet. Nou, toch niet. Dat is dan jammer, maar helaas. Ik ga je ook even ter ondersteuning wat zuurstof geven alvast. Ja? Is goed. Pak ik daar even de zuurstoffles voor. Oké. Goed. Ik ga even een neusbrilletje geven. Dat is wat handiger dan een mondkapje. Gewoon even ter ondersteuning alvast. Ja. Ik zet hem op 2 liter. Ik zet hem hier neer. Let op dat hij hem niet omstoot. Nee, dat komt helemaal goed. En dan zet ik hem hier zo... In de neus en rondom de oren. Oké. Ja. Ik zal neer op de flesjes water. Ja, dankjewel. Oké, meneer. Ik ga even de mouw openknippen. En dan gaan we even rustig koelen. Is goed. Ja. Oké. Sorry voor de mouw. Goed, dan ga ik er even wat water gedurende, ja, tot de flesjes op zijn, even rustig overheen gieten. Ja, is goed. Merkt u al dat de zuurstof aan staat? Ja, ik voel me heel hoe moet ik het zeggen, heel fit in mijn hoofd. Oké. Okay. Ben je ook wat duizelig of Nou, nu dat ik zuurstof heb, wat minder. Oké. Okay. Heeft hij ergens nog last van hartklachten? Nee, nou ja, ik ben van de week bij de dokter geweest en dat was de uitslag van de hartslag. Ik leef wel met een hoge hartslag, weet u, maar verder heb ik nergens last van. Ja, nou die zal nu misschien ook hoog zijn door de adrenaline en zo, door de spanning ook. Daar doen we verder niks mee. Ik zal zo meteen even de controles doen aan de andere arm. Ik ga eerst eens hier koelen. Ja? Ja. Au, au. Ja, sorry.
Ah, dat is heel zeer. Ja. Oké. Okay. Dat was één. Wel voerder. Hoi, ja, de brand is binnen al aan het verminderen. Ja. Er is een hond aangetroffen, maar die heeft nog wat zuurstof nodig, gok ik. Want het gaat niet heel goed met die hond. Ja. Lag onder een bank verscholen, dus ik weet niet of jij een fles zuurstof hebt of iets in die richting. Ik heb aan de zijkant. Ik heb hem aan de ademlucht, dat kan ook. Ik heb links, als je hier om de, aan de andere kant van de ambu, hier zo aan deze kant, kun je die schuifdeur weer openen. Ja. Daar staat een fles zuurstof. Moet je even ontkoppelen en dan kun je bij mij terecht voor een mondmasker, want ik denk dat je een maskertje... Ja, top, dank je. Okay. Goed. En laatste flesje, even eroverheen. Ja, is goed. Ah, dat doet zoveel pijn. Ja. Top, als je een mondkapje hebt, leg ik hem bij de tank op de spuiters. Als jij hem daar zo kunt neerleggen, zo, dan ga ik weer even naar binnen. Ik heb hem hier voor je, hij zit hier in het tasje bij de zuurstoftank. Top. Kijk eens, alsjeblieft. Top. Oké. Okay. Goed. Nou, wat ik nu nog ga doen, ik ga zo meteen even de brandwond inpakken, als het ware, gewoon met zo'n doorzichtige folie. En dan zal ik nog even wat controles bij doen, de saturatie even meten, de bloeddruk, de pols. Ja? Ja, is goed. Oké. Okay. Eerst sluit ik deze vast aan, de band om de arm, en mag even een vinger van me geven. Ja, heel goed. Dan gaat hij even oppompen. Ja. En dan ga ik even de arm inpakken. Ik zal er nog een beetje verkoelende zalf overheen doen. Het verlicht ook nog wat. En dan daarna gaan we het gewoon met huishoudfolie eroverheen wikkelen. Zoals je thuis ook zou doen. Oké. Okay. Toppie. Even kijken wat de bloeddruk zegt en de pols. Nou, de bloeddruk is 140 over 90. Ja, die 90 is in een heel klein beetje verhoogd, maar dat zal de spanning waarschijnlijk zijn. Een pols van, eens even spieken, 120. Daar was u mee bekend? Daar was ik mee bekend, ja. Hartritmestoornissen of... Nee. Ik leef gewoon met een hoge pols. Hartslag dan een gemiddelde persoon, hebben ze gezegd. Goed, oké, okay, en de saturatie, ja, die is toch wel wat lager, 90% met de zuurstof, dus daar, het komt ook door de ingeademde rook, hoor. Goed, even denken. Nou, dan ga ik u nu naar het ziekenhuis brengen. Is goed. Alles wel goed met mijn hond? De hond is gered, ik weet niet of u dat had gehoord. Ze hebben in ieder geval de hond onderuit de bank weten te halen. Ze hebben wel nog de hond wat zuurstof moeten geven. Oké. Neem die alvast plaats, ik ga even voorin nog een situatierapport geven, zoals dat heet, aan de meldkamer. En dan kunnen die alvast achterin plaatsnemen. Ja, oké. Okay. Die zuurstofflessen? Ja. Ja, ik weet niet, maar die zijn wij nu aan het gebruiken, dus ik weet niet of je daar vervangen voor. Ja, er staan er twee en ik had nog eentje die ik zo kon gebruiken. Ja, dus, top, maar dan houden wij hem nog even bij ons, dan kunnen we hem bij logistiek wel afgeven. Ja, ik vul hem wel bij op het ziekenhuis of op de post. Ja, top, dankjewel. Voor ik ga zo... Brand is vrijwel uit. Mm-hmm. Ja, die hond, daar zijn we nu mee bezig, dat is dierenambulance aangevraagd, maar dat is al ook wel goed gekomen. Oké, top. Ik ga zo meteen vervoer Erasmus. Ja, top. MK 108. De 108 van OK, geen bericht over. Ja, we hebben één slachtoffer, die gaan we met toch wel wat flink rook ingeademd vervoeren naar Erasmus MC. En voor de rest zou er een hond nog gered zijn uit het pand. En voor zover ik zie geen uitstaande brandweer, maar voor daarvoor moet hij bij de brandweer zijn over. Ja, begrepen, kort dadelijk in de zitraf ook. U gaat één persoon uit Erasmus vervoeren. In ieder geval vast bedankt voor je inzet en tot de volgende. Ja, bedankt. AC 1031. De 1031, geef recht over. Ja, we zijn brandmeester. Zoals u waarschijnlijk van de meldkamer ambulance heeft gehoord, slachtoffer wordt vervoerd naar Erasmus. Er zou nog een hond zijn, daarvoor willen wij graag dierenambulance te plaatsen hebben. Ja, ik geef een belletje plegen. Brandmeester, ook u bedankt voor uw inzet en ik hoor als u terug op de post.
zet even ladderwagen voor je weg, kun je er langs? Nou, ik ga wel via links, ik zag daar nog een uitgang. Ah, kan ook, kan ook. Yo, thanks. MK108. 108 geeft richting de MK over. Had je toevallig al een vooraanmelding voor ons gedaan of moeten we dat zelf even doen? Nee, ik heb gebeld en u kunt naar het Erasmus rijden. Toppie, dankjewel.